Hey, hallo jongens. Even zo een korte uitleg over mijn gezondheid, om het zo te zeggen, over mij, omdat ik nog ziek ben. Ik heb nog een beetje hoofdpijn, niet heel erg inmiddels, ik heb nog wel hoofdpijn, maar niet heel erg denk ik. Keelpijn is er wel over, daar ben ik wel blij mee. Kijk, hoe het met mijn arm zit, ja, hij is zwaar gekneusd, ik ben keihard gevallen op de fiets. Mijn arm, kijk, als je zo bekijkt, dit is de arm toch? Kijk, zie je dat? Hier zo. Kan niet verder strekken dan dit. En deze kan ik helemaal strekken, snap je? Dat is mijn linkerarm. Mijn rechterarm is zwaar gekneusd. Mijn rechterarm doet nog wel zeer. Kijk. En het irritante is dat hij op zo'n, dat hij zo krom, weet je wel, zo'n met zo'n boog zit, dat hij elke keer knakt. Elke keer om de 10 minuten of zo. Dat is irritant. Dus deze wonden die ik heb zitten, die gaan langzaam weg. Deze ook. Maar ik weet wel, ik denk wel dat de kans groot is. Dat dit geen dik huid meer wordt, dat dit gewoon dun huid blijft. Dus dat het sneller kapot weer kan gaan. Dus als ik een keer weer zou vallen, dan zou dat heel erg kapot zijn. Dat is normaal, snap je? Dus dat wordt een probleem. Dus we moeten een beetje voorzichtig zijn daarmee. Een beetje voorzichtig zijn, snap je? Nou, van. Ongeveer om 5 uur dan ga ik naar de camping, wordt gezellig. Ik denk dat ik ook een video ga opnemen voor mijn tweede YouTube-kanaal. Staat in de beschrijving, oké? Okay? Kijk beneden. Kijk beneden, verdomme. Sorry. Maar kijk beneden, daar staat het tweede kanaal. Dat is Camping Vlog Channel. Wordt een beetje geëdit, gekloot, gevoetbald. Een beetje darten, noem maar wat bijvoorbeeld. Dat doen we allemaal dan met onze vrienden. Want ik heb twee vriendengroepen op de camping. Twee vriendengroepen. De ene vriendengroep, dat zijn een stuk oudere jongens. Die, dat doe ik niet, dat doe ik zo bij hun, doe ik niet opnemen. En bij de iets jongere jongens, van 13, 12, 11 of zo. Die vinden dat leuk, snap je? Die hebben daar misschien iets meer mee. Dus dan neem, bij hun neem ik voetbal op. Met mijn ton. Zoiets bijvoorbeeld, snap je? En dat doe ik dan met hun. Het is wel leuk om te doen, dus. En hun hebben zelf ook wel plezier in om mij te helpen daarmee met YouTube, dus. Zo gezellig. De jongens uit Groningen komen dit weekend niet. De andere jongens wel. Die komen wel sowieso. Maar bij mij zijn echt, die komen ze wel. Die komen dus wel, snap je? Dus het wordt wel leuk. Dus er komt wel weer een video online. En dan zie ik jullie later. Doe even dat duimpje omhoog, weet je wel. En abonneer ook even. Adio.